Algemeen over dit evenement. Eerst en vooral, ik vind het een prachtig initiatief dat jullie deze boodschap uitdragen en dus eigenlijk ook de openheid die jullie tonen naar andere gemeenschappen, andere geloven. Zelfs buiten het christendom, jodendom, ook hindoes, boeddhisten, alle mensen worden gerespecteerd. De boodschap, dus liefde voor iedereen, haat tegen niemand, dat is een prachtige boodschap. Ik vond de informatie die jullie tentoongesteld hebben ook heel interessant en ik heb er heel wat van bijgeleerd eigenlijk. Ja. En de presentaties die waren ook eigenlijk heel sereen, heel mooi, dus niks dan respect eigenlijk. Goed, dankjewel. Als er één ding is wat je vandaag meeneemt naar huis, wat zou dat dan zijn? Ja, één ding, dat is eigenlijk hetgeen waar ik ook naar hier voor gekomen, dat is die boodschap eigenlijk. Liefde voor iedereen en haat jegens niemand. Wat mij ook opgevallen is dat jullie eigenlijk op wereldvlak, op politiek vlak ook een belangrijke rol vervullen. Dus een rol die niet mag onderschat worden eigenlijk. Hè? Want jullie brengen eigenlijk de vredesboodschap, dat eigenlijk de slechte faam die islam bij sommigen geniet, niet bij mij, maar bij sommigen geniet, toch helemaal tegenspreekt. Hè? Dankjewel. Heel kort, wat vond u algemeen van dit evenement vandaag? Wel, eerlijkheidshalve moet ik bekennen. En elke keer, dat is nu de tweede of derde keer dat ik op zo'n uitnodiging inga. En elke keer ben ik positief verbaasd van de rust, het liefde, de sfeer, de aangename sfeer die hier rondhangt. Het is een sfeer van verdraagzaamheid, een sfeer waar iedereen welkom is. Je voelt je juist of dat je thuis bent. En ja, dat is zo hartverwarmend dat je eenmaal hier komt, dat je blijft terugkomen. En ja, anderzijds is natuurlijk, ja, ik als moslim, als Hasselaar, en er gaat een evenement door, georganiseerd door broeders in de islam, ja, dan moet je hier aanwezig zijn. En zeker als je ook iedereen wilt vertegenwoordigen in Hasselt. Dankjewel. Als er één ding is wat u vandaag meeneemt naar huis, wat zou dat dan zijn? Maar ik heb zojuist een aantal dingen opgesomd. Nu, wat ik enorm mooi vind, is de gastvrijheid. Je bent gastvrij, iedereen is welkom. Maakt niet uit wie je bent, wat je afkomst is. Iedereen is hier welkom. En wat ik zeker mee naar huis neem, is die gastvrijheid. En we onthouden liefde voor iedereen, haat tegen niemand. En ik denk als iedereen die boodschap uitdraagt, dat we een veel mooier en warmere wereld kunnen samenleven. Dankjewel, dat is heel mooi. Vragen? Eerste vraag, wat vindt u algemeen van dit evenement? Wel, ik vind het een heel fijn evenement. Ik ben ook heel blij om hier bij te mogen zijn. Ik denk dat jullie echt wel ondersteunend aanwezig zijn in Hasselt, in onze stad, als gemeenschap met een heel positieve boodschap. En dat is toch wel waar de maatschappij en ook de mensen in Hasselt op dit moment wel behoefte aan hebben, denk ik. Die boodschap die jullie brengen, die toch wel heel mooi is en zeker ook naar de jongeren toe, denk ik, vandaag de dag heel belangrijk is. Oké, dankjewel. Tweede vraag, als er één ding is wat u meeneemt vandaag, wat zou dat dan zijn? Ja, misschien opnieuw hetzelfde, de boodschap van vrede die jullie toch wel heel hoog in het vaandel dragen eigenlijk als alleroverkoepelende boodschap hè, van vrede voor iedereen, haat voor niemand. Dat is gewoon een fantastische slogan die ik zeker meeneem en die ik ook vertel aan de mensen in mijn omgeving. Dankjewel. De eerste vraag zou zijn, wat vond u algemeen van dit evenement? Ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind het schitterend dat het georganiseerd wordt, dat het gedaan wordt. Dat het ook op een andere manier in zijn daglicht komt. Eigenlijk zou dit veel meer moeten gebeuren. En eigenlijk zou dit ook aan meer mensen natuurlijk jullie doen wat je kan doen. Iedereen heeft het in zijn brievenbus gekregen. Zij die erop reageren, reageren erop. Zij die er niet op reageren, zijn dom geweest, vind ik. Ik vind dat ze veel beter toch aanwezig geweest waren. En zeker naar volgende keren toe, als jullie zoiets gaan organiseren, dan ga ik toch proberen een aantal mensen meer te motiveren om mee te komen. Sowieso. Dat is echt heel fijn. Als er één ding is wat je vandaag meeneemt naar huis, wat zou dat dan zijn? Vriendelijkheid. Eigenlijk onverwacht een vriendelijkheid. Ik ga het heel eerlijk zeggen.
En ik hoop dat ik echt geen één enkel mens ga chockeren, maar mijn echtgenoten en ik, wij waren aanwezig op 22 maart in Zaventem, toen de bommen geëxplodeerd zijn. En ik, net zoals heel vele mensen met een vooroordeel, zijn wij gaan nadenken en zijn wij gewoon alles en iedereen hetzelfde gaan in een hoek duwen. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik ongelijk had. Dat vooral. Dat ga ik nu ook meenemen naar huis vanavond. Ik heb nu al heel aangename mensen weer leren kennen. Wij hebben onlangs pas een jonge vrouw, een moslimvrouw, leren kennen. En eigenlijk is dat een van de vriendelijkste mensen die wij hebben leren kennen in de laatste jaren, moet ik zeggen. En zo is eigenlijk voor ons het verschil begonnen. En wij zijn daarop verder gaan borduren. En ik ben eigenlijk heel blij dat wij ons terug opengesteld hebben en dat wij daarmee eigenlijk ook andere mensen hebben leren kennen. Maar ook voor onszelf een ander zicht gekregen hebben op moslim. Wow, dat was echt een heel krachtig verhaal. Bedankt om dat te delen. Dat was echt, dat was het is de waarheid. Echt, dat was echt heel mooi. Dank. Het is de waarheid. Want uiteindelijk, het zijn jullie die het verschil maken. Het zijn de moslims die naar voren komen voor hun geloof, wie zij zijn. Zonder extremisme. Extremisme zijn een paar idioten in de wereld. Die met hun eigen belangen, of nog niet eens weten wat hun eigen belangen zijn, want ze zijn dom bezig. Maar het zijn de mensen die ervoor gaan en die ervoor staan, voor wie ze zijn en wat ze zijn. En correct omgaan met hun geloof of met een ander geloof, dat is eigenlijk het belangrijke. Dat is eigenlijk het schone eraan. En ja, ik ga gewoon verder doen hoe ik bezig ben.